Ja. Doei. Wow, grote plukken. Ja, het is echt beter. Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het tijd om dit te fixen. Want echt vreselijk, vreselijk, vreselijk. Kan er niks mee. Ik ga vandaag naar de kapper en ik neem jullie gezellig mee. Nou, waarom ga ik naar de kapper? De kleur is, mag sowieso weer even gefixt worden. Ik moet zeggen, er staat nu ook wel een dikke spot zo op. Maar goed, zoals je kan zien hieronder. Ik ben heel erg bruin van mezelf. Bruin haar. Uitgroeid tot de max. En ik heb het blond grijzig laten verven, maar... mijn eigen kleur komt er weer doorheen en dat vind ik niet mooi. Dus het is weer tijd om naar de kapper te gaan. Ik kan er ook gewoon helemaal niks mee. Ik heb de laatste tijd ook gewoon vastzitten, lekker in de knot. Omdat ik het gewoon niet meer mooi vind. Dus het is tijd om naar de kapper te gaan. Ik ga naar de kapper For Your Hair in Rijssen. En dit is ook mijn vaste kapper. Ik vind kappers altijd best wel moeilijk. Ik ben nooit altijd... Ik ben altijd bij verschillende kappers geweest. En elke keer kwam ik terug en dacht ik, is dit wat ik wou? Ik weet het niet. Totdat ik verhalen hierover hoorde. Nou ja, ik kom zelf uit Nijverdal. Dus Rijssen is wel echt lekker dichtbij. En mijn vriend woont daar. Toen hoorde ik dus dat die kapper wel goed was in kleuren en zo. Ik dacht, nou ja, hè, gaan we ook een keer proberen. En sindsdien, de eerste keer heb ik daar dus highlights gezet. En ik was er zo tevreden over. En sindsdien ben ik daar gewoon elke keer gekomen. Als vaste klant dus. En nou ja, goed. Heel veel mensen vroegen altijd, waar doe jij je haar, weet je wel? Waar kleur jij het? Dus ik zo, ja, bij For Your Hair in Rijssen. En toen... vroeg ze van, nou Floor, we zien dat mensen door jou, zeg maar, hier komen. Zou je het leuk vinden om een behandeling te gaan vloggen en zo? Dus ik zeg, ja natuurlijk, want ik was al vast klant. Dus ja, behandeling daar vloggen en zo, nou helemaal leuk. Dus dat ga ik vandaag doen. Ben jij benieuwd, trouwens wat een lulverhaal hè, zeg. Jeetje, wat een intro. Ben jij benieuwd wat mijn haar gaat worden, want echt, er gaat heel veel gebeuren. Dit kan niet meer. Blijf vooral zeker even kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen. En dan gaan we gewoon snel er naartoe. Oh ja, ik had trouwens nog een heel leuk pakketje opgestuurd gekregen. Die ga ik nog even snel aan jullie unboxen. Vind ik wel leuk om te doen. Ik zet jullie gewoon weer even neer. Twee pakketjes. Ik heb namelijk deze oorbellen mogen aanvragen. Maar dat zal ik zo even laten zien. Maar er zit iets bij. Goed. Een paarse scrunchie. Altijd leuk. En dit is dus van deze webshop, Bosa Sieraden. Nou, ik zal het even laten zien, mocht jij interesse hebben. Ik ga ze alleen gelijk in doen. Ik vind ze wel heel erg leuk. Namelijk deze oorbellen. Ja, dat zie je best wel veel voorbij komen. En ik wou het ook wel, dus ik heb deze uitgezocht. Ik ga ze gelijk even in doen, ik ben heel erg benieuwd. Tada! Helemaal leuk, dankjewel! Oh ja. Doei. Wow, grote plukken. Maar dat was niet. Nee. Hele bos. Ja? Ja. Oh, do you do it? You got me losing.
Goedemorgen, het is vandaag alweer dag 2 en je kan al een beetje zien. Ik ga niet veel verklappen door het los te gooien. Maar ik heb vandaag deel 2 van een behandeling om nog het ene en ander toe te passen. En dan zijn we eindelijk klaar. Het werd gewoon zo laat. Dus vandaag gaan we ermee verder. Ik ga snel ontbijten. Het is vroeg, heel vroeg. Het is donker. En dan ga ik er vandoor. Als het goed is, is het nu te zien om maar. Nou, en dit is het eindresultaat dus geworden. Ik ben er super blij mee. Het is een lange zit, maar dan heb je ook wat. En ja, het is echt stuk korter dan ik had. Er is echt 20 centimeter vanaf. Maar ik wou het gewoon proberen. Ik was helemaal klaar mee en het groeit bij mij zo weer aan. Dus ja, ik ben echt super blij. Ik heb dus balayage gezet in asblond. Dat heb ik eigenlijk altijd en dat doe ik hier altijd. En nu heb ik het wel iets nog lichter wouken. Dus ik heb het nog lichter aangezet en daar ben ik super blij mee. Daarbij heb ik mijn eigen haarkleur uitgroei zeg maar gehouden. Zodat als het uitgroeit, ja, je niet opeens een dikke blok uitgroei ziet. Maar ja, dit is dus mijn eigen haarkleur. En dat hebben we een beetje doorgetrokken aan de voorste plukken. En dan hierboven ook nog wat. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nou heb ik voor jullie nog een kortingscode en een actie. Jullie kunnen 10% korting krijgen op de Lanza producten. Eigenlijk alle haarproducten die je daar kunt kopen. Dus denk aan shampoo, conditioner, olie, alles. Met de code FLOORDELVER. Nee, ga lekker naar de winkel. Zeg dat je namens mij bent gekomen en je krijgt 10% korting op de haarproducten. Dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Plus ze hebben op dinsdag altijd een actie. En ik heb het even bij, zodat ik het niet verkeerd zeg. Iedere dinsdag is Ladies Day. Knippen en kleuren wat jij maar wil voor een bepaald bedrag. Dus dan, dit kost echt fucking veel geld. Volgens mij is dit echt zo'n 120 euro of zo bij elkaar. Misschien nog wel meer, geen idee. Maar op die dag, op dinsdag dus, is er bij hun altijd een speciale actie. Dus dan kun je dit laten doen. Voor kort haar verven en knippen is het €57,50. En voor lang haar is het €73,50. Dus nou echt, dat is echt heel goedkoop voor knippen en kleuren. Dus dat hebben ze iedere dinsdag. Dus vergeet zeker niet even een kijkje te nemen bij For Your Hair in Rijssen. Dat is dus mijn vaste kapper. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit heb mogen doen. En vergeet dan niet te zeggen dat je namens mij bent gekomen. Om dus 10% korting te krijgen op die haarproducten. En wellicht dat je op een dinsdag kan komen om die actie te doen. Ik ben er super blij mee. Dus Natasja, hartstikke bedankt. Ik vond het super gezellig weer. Ik ben goed verzorgd. Ik heb lekker broodje gekregen. Heel veel thee gedronken. Dus ja, helemaal blij. Ik heb trouwens ook nog zelf deze gekregen.
van Lanza. Hun werken dus met de producten van Lanza. Blijkt super exclusief te zijn en heel erg fijn voor je haar. Het ruikt in ieder geval heel erg lekker. En ze zijn heel erg natuurlijk. Dus als je gaat blonderen, werken ze met zodanig... Ja, ik heb er ook geen verstand van, dus misschien moet ik hier niet over gaan praten. Maar het is in ieder geval niet zo schadelijk voor je haar als het eigenlijk is. Dus dat komt dus echt door de producten waarmee ze werken. Maar ik heb in ieder geval een nieuwe conditioner, een olie en een shampoo gekregen voor gekleurd haar en zo. Dus hier ben ik heel erg blij mee van Lanza. Dus die heb ik ook nog ontvangen. Hartstikke blij mee. Daar kun jij dus ook een korting op krijgen. Ik zou zeggen, check even hun Insta-pagina. Ik zal hem hier in beeld zetten. En ga even zeker even langs als jij dit ook wil. Want ik ben echt blij. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vind jij het mooi geworden? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei!